Goedemorgen iedereen. Vandaag is de 59ste quarantaine yoga. Mijn haar is er recht van gaan staan. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Ik hoop dat jullie goed geslapen hebben. Ik had gisteren aangekondigd dat wij bijna gaan stoppen met onze quarantaine yoga. Ik dacht dat we nog 3 dagen hadden, maar het is al dag 59, dus morgen zou de laatste keer zijn. Hoewel dat we wel blijven doorgaan nadien met een betalende versie. Maar dat zijn zorgen voor later. Dat is niet waar we vandaag ons op gaan focussen. We gaan vandaag een ochtendyoga doen voor de mensen die wel nog in quarantaine zitten. En voor de mensen die er gewoon keiveel zin in hebben. Dus voilà, ik ga er niet te veel doekjes rond winnen. We gaan onze kousen uitdoen. Je mag een slokje water drinken. En dan mag je een matje pakken, of een tapijt, of eender waar in de ruimte dat jij jou goed bij voelt. Alright, let's do this. We hebben niets van props nodig, dus we gaan er gewoon direct aan beginnen. We gaan vandaag beginnen op onze knieën. En we gaan onze handen naar voren brengen. Onze heupen mooi naar achter en onze borst tussen onze knieën. Dus onze knieën mag je een klein beetje open gaan doen. We gaan onze handen laten rusten in de mat. En we gaan ons voorhoofd laten rusten in de mat. Je mag je kaken ontspannen. Je mag zelf even met je kaken bewegen. Zodat je geen spanning meer hebt in die kaken. Je mag je ogen sluiten. En we gaan inademen via de neus. En uitademen via de mond. Adem in via de neus. En adem uit via de mond. Adem in via je neus. En adem uit via je mond. Adem in en we gaan traag, rugwervel per rugwervel, omhoog komen. Wandel met je handen, hop, naar boven. En je mag blijven zitten op je hielen. Dus met je billen op je hielen. We gaan even onze polsen draaien. In de ene kant. En je mag ze draaien. En de andere kant. Maak hier alles goed losschudden. Maar zelf ga je schouders een keer goed losschudden. Alright, mag je handen oftewel op de mat zetten, oftewel op je heupen. En we gaan een mooie grote cirkel maken met ons hoofd. Heel goed om onze nek even los te maken. Want vaak hebben we heel veel spanning in die nek en die schouders. En draai naar de andere kant. Je schouders blijven hier mooi naar beneden. Je duwt ze weg van je oren. Je rug is hier mooi recht. Als je het ongemakkelijk vindt om in deze positie te zitten, mag je rust en kleermakers zetten. Adem in, we gaan ons linkeroor naar onze linker schouder brengen. En als je extra stretch wil, mag je zelf je rechteroor vastpakken. Je moet hier niet te veel gaan trekken, maar je mag het hier gerust gaan voelen. En breng je linkerhand op je linkerbeen en je rechteroor naar je rechterschouder. Voor een goede stretch in je nek. Adem goed in via je neus. Adem uit via je mond. En zet je rechterhand terug op je billen. Je mag een keer met je kin goed op je borst komen. En je voelt echt dat die stretch zelf vanuit je rug getrokken wordt door je nek. En adem uit. En je mag met je kin helemaal naar boven. Adem in en kom terug naar voren. Alright. Je mag je handen in de mat zetten.
je knieën net onder je heupen, je handen net onder je schouders. En je mag die binnenste kant van je handen, dus hier zie je dat dat eigenlijk een cirkel is, hier ook, mag je eigenlijk goed in de mat gaan duwen. De binnenkanten van je armen wijzen naar elkaar, zodat je ze niet overstrekt. Adem in via je neus en je mag een mooie holle rug brengen. Adem uit via je mond. Een mooie bolle rug. Hier duwen we die schouders mooi weg van de mat. Die handen zitten goed in de mat. En adem in via de neus. Adem uit via je mond. Adem in via je neus. Je schouders duwen weg van je oren, dus we zitten hier niet zo, maar hop. Je borst is mooi open. En adem uit via je mond. En adem in, kom in een tafeltje met je rug. En we gaan met de rechterhand en de linkerbeen gaan strekken. In één mooie lange lijn. Alsof dat er een touwtje uit je vingers en uit je tenen komt en volledig je lichaam stretcht. En adem uit, zet je hand terug neer. En je knie ook. Adem in, breng je linkerhand en je rechterbeen in de lucht. En adem uit. Adem in, ene kant. Adem uit. Adem in, andere kant. Onbewust is dat ook heel goed voor ons corset. Dat innerlijke corset dat ik vaak over praat. Dat belangrijk is voor een mooie rechte houding. Voor onze ingewanden mooi te beschermen op een natuurlijke manier. En uit. Adem in. Ene kant. En uit. Adem in. Andere kant. En als we uitademen, dan trekken we onze knie naar onze kin. En adem in, teruggestrekt. En adem uit, zet je rechterhand en je linkerknie in de mat. Adem in, ene kant, linkerhand, rechterbeen. En adem uit, je rechterknie komt naar je kin. Adem in, hop. En adem uit, zet je hand naar je knie terug. Je mag je tenen krullen, duw je heupen naar achter en omhoog. Je rug is mooi gestrekt, je hoofd is ontspannen. Adem in via je neus, kijk naar voren, plooi je knieën en wandel of spring naar het voorste van je mat. Adem in, breng je handen in de lucht, handpalmen tegen elkaar. Adem uit, zet je handen tussen je borst. Adem in, zet je handen omhoog, kijk naar je handen. Adem uit, laat je lichaam volledig zakken. Je kaken zijn hier opnieuw ontspannen. De ruimte tussen je wenkbrauwen is ontspannen. Adem in, zet je handen op je scheenbenen. Mooi rechte rug. Adem uit, laat je lichaam zakken. Adem in, zet je vingers in je scheen in de mat. En adem uit, zet je handen in de mat. Je rechter en je linkerbeen erachter. En we komen traag naar beneden. Adem in, mooie grote cobra. Je schouders zijn hier weg van je oren, dus we doen niet dit, maar hop. Duw ze mooi weg van je oren. Je kijkt mooi naar voren. En adem uit, krul je tenen, duw je heupen naar achter. En tenslotte omhoog in neerwaartse hand. Adem in, kijk naar voren, krul je voeten en krul je knieën en wandel of spring. Hop. Het voorste van je mat. Laat je lichaam volledig zakken. Kaken zijn ontspannen. Je gezicht is ontspannen. Adem in. Breng je handen in de lucht. Handpalmen tegen elkaar. Adem uit. Breng je handen tussen je borst. Adem in. Breng je handen omhoog. Kijk naar je handen. En we komen een klein beetje hop, naar achter met onze handen. In een mooie banaanvorm.
En adem uit, laat je lichaam zakken. Adem in, zet je handen op je scheenbenen, mooi rechte rug. Adem uit, laat je lichaam zakken. Adem in, zet je vingertippen in de mat. Duw weer je heupen mooi omhoog, je rug is mooi recht. En adem uit, zet je handen in de mat. En je rechter en je linkervoet naar achter. En we komen oftewel met je knieën op de mat, oftewel gestrekt, traag naar beneden. Adem in, mooie grote cobra. Als dat moeilijk lukt, dan kom je hier een kleine cobra met je ellebogen geplooid. En we krullen onze tenen, we duwen onze heupen naar achter en naar boven. Wandel hier even nu met je voeten uit, zodat we die hamstrings een beetje gaan stretchen. Zodat de spanning in onze benen minder wordt. Zodat we misschien zelf een beetje leniger worden. En opnieuw, die handen zitten nog altijd goed in je mat. Adem in. Breng je rechterbeen in de lucht. Adem uit. Zet je rechtervoet tussen je twee handen. Wandel je rechtervoet naar de zijkant van je mat. Je beide handen komen naast je rechtervoet. En we gaan van voor naar achter bewegen. Om die heupen even open te krijgen. Adem in. Breng je rechtervoet terug naar achter. Je rechter en je linkerhand zitten goed in de mat. En breng je linkervoet in de lucht. Adem uit, zet je linkervoet tussen je twee handen. Wandel je hand naar de buitenkant van je mat. Je rechter en je linkerhand staan aan de rechterkant van je linkervoet. En we gaan van voor naar achter. Yes. En breng je linkervoet op, terug naar achter. En adem in, we gaan onze rechterhand naar onze linker kuit brengen. Kijk door je beide handen. En breng je rechterhand terug in de mat. En adem in, breng je rechterhand naar je linker kuit. Je linkerhand naar je rechter kuit. En adem uit, zet je linkerhand terug. Adem in, kom in een plankpositie. We gaan hier zorgen dat we een mooie rechte plank zijn, dus niet dit, niet gehold, maar hop. En duw jezelf terug op, de neerwaartse hond. Adem in, plankpositie, we gaan dat 5 keer doen. En op. Als je het juist doet, als je het goed doet, zou je dat echt moeten voelen in je buikspieren. Je schouders duwen nog altijd mooi weg van de grond. En op. Nog 2 maal. Adem in. En uit. Phew. En adem in. En we blijven hier 5 tellen. 4, 3, 2, 1. En zet je knieën op de mat. En doe je heupen mooi naar achter in child pose. Ontspan je armen, ontspan je gezicht. Adem het in via je neus en uit via je mond. Yes, maar die niet te lang blijven. We gaan sliden met onze borsten over onze mat, zodat we met onze buik op onze mat zitten. En adem in, we gaan een kleine cobra doen. En adem uit. En nu gaan we onze handen een klein beetje laten zweven boven de mat. Adem in, kleine cobra, zonder dat we met onze handen op de mat komen. En adem uit. Adem in, hop, kleine cobra. Die handen blijven mooi zweven, je schouders zijn mooi naar achter. Tussen je schouderbladen kan er nog net een pen, maar die zit stevig ertussen. En adem uit, laat je lichaam zakken. Adem in, op. Adem uit, nog 2 maal, adem in.
Hop. Duw die heupen mooi in de mat. Duw je billen tegen elkaar. Span ze mooi op. En adem uit. En adem in. En we gaan hier 5 tellen blijven. Die schouders zijn hot en mooi naar achter. Je kijkt naar voor. 3. 2. 1. En laat je zakken. En je mag je lichaam opduwen in grote cobra. Misschien merk je, als je al veel dagen meedoet, misschien al 60 dagen, of 58 dagen, of 59, dat je al veel soepeler bent dan in het begin. We gaan onze tenen krullen en we duwen onze heupen omhoog in neerwaartse hond. Adem in, hop, kijk naar voor. Plooi je knieën, wandel of spring naar het voorste van je mat. En we gaan onze linkervoet hop naar achter zetten. Onze tenen kijken naar voor. Onze beide voeten. Adem in, mooi rechte rug. Adem uit, laat je lichaam zakken. Adem in, op dit moment zijn onze knieën niet volledig gestrekt. We hebben een kleine knik. Maar je mag het wel gerust voelen in je hamstrings en adem uit. We gaan even volledig ons lichaam laten zakken. Als je wil, mag je jezelf ietsje wijder komen. Dat je je ellebogen op de mat kan zetten. Als dat niet lukt, dan geen probleem. Dan gooi je je handen gewoon in de mat. Of zweven ze zelf misschien boven de mat. Yes, heel goed. En kom terug op naar boven. Zet je voeten een klein beetje dichter bij elkaar. Niet te veel. En we gaan wiegelen van de ene kant naar de andere. Maar eventueel je ellebogen zelf vastpakken. Zodat je gewoon heel je bovenlichaam kan laten ontspannen. En van de ene kant naar de andere kant kan wiegelen. Yes. Wiegel, wiegel, wiegel. You've got this. Alright, zet je handen mooi terug in de mat. Je mag wandelen. Hop. Naar voren. Adem in. Zet je achterste voet mooi op de mat. En breng je handen in de lucht. Adem in. Breng je handen in één mooie rechte lijn. Je kijkt boven je rechterhand in Warrior 2 of Krijger 2. En breng je handen allebei naast je rechtervoet. Zet je rechtervoet naar achter. In neerwaartse hond. Adem in, breng je linkervoet in de lucht. Adem uit, zet je linkervoet tussen je twee handen. Zet je rechtervoet plat op de mat. En adem in, breng je beide handen in de lucht. Adem in, breng je beide handen, hop, allebei in één lijn, in Warrior 2. En adem uit en zet je beide handen terug naast je lichaam, of naast je voet. En linkervoet komt naar achter in Warrior 2. Adem in, kijk naar voor, plooi je knieën en wandel of spring naar het voorste van je mat. Plooi je knieën hier ook een klein beetje. Ze moeten niet volledig strak zijn. En adem in, breng je handen in de lucht. En adem uit, zet je handen tussen je borst. We komen even in het midden van onze mat. En we gaan een kleine stabiliteitsoefening doen. Wat dat super belangrijk is, want stabiliseren op onze mat wil zeggen dat we beter ons kunnen stabiliseren in het echte leven. Mentaal, maar ook fysiek. We hebben hier 3 opties. Optie 1 is we zetten onze voet tegen onze enkel. Optie 2, net onder onze knie. Of optie 3, hop, helemaal bovenaan. Dan met onze handen kunnen we oftewel naast ons lichaam, ofwel tussen onze borst, oftewel in een boom, met onze handen open.
Dus go for it. Je mag kiezen welke optie of welke variatie dat je neemt. Zet je gezicht en je focus op één punt, ofwel aan de muur, ofwel op de grond. En breng je focus op je ademhaling. Je buik is hier nog altijd mooi ingespannen. Je staat hier heel stabiel. En adem uit, breng je knie naar voren. En we gaan traag onze voet laten zakken, gecontroleerd. Hop. Yes. Hetzelfde met onze andere kant, optie 1, net naast onze enkel. Optie 2, onder onze knie. Optie 3, is pak je voet en zet hem volledig bovenaan. Optie 1 met je handen en zet ze aan de zijkant. Optie 2, tussen je borst. Optie 3, volledig open. Nu ga je focus goed op je ademhaling. Je gezicht kijkt naar één punt in de grond of in de muur. En adem uit, breng je knie naar voren. En we gaan onze voet gecontroleerd laten zakken. Hop, yes, heel goed. Zet maar een keer alles goed uit. Je heupen, je handen, zelf je schouders, je voeten. Laat maar een keer alles goed zetten. Dat mag ook wel een keer. Alrighty. Je mag je heupen op de grond zetten. En we gaan, hop, met ons bovenlichaam op de mat komen. Je mag je benen in de lucht zetten. Je mag je handen achter je billen zetten. En hier mag je je benen proberen strekken. Je tenen komen naar je scheenbenen. En je voelt hier de stretch in je hamstrings, in je kuiten. Je mag je knieën dicht bij jou brengen, in een klein bolletje. En je knieën in een cirkel laten bewegen. Je onderrug doe je goed in de mat. Je schouders zitten goed in de mat, je hoofd ook. En draai in een andere richting. Zet je linkervoet en je linkerbeen in de mat gestrekt. Je rechterknie breng je goed dicht bij je bovenlichaam. En je draait je rechterknie over je linkerbeen. Je rechterhand is ofwel op je bil, oftewel naast je lichaam. En je kijkt naar je rechterhand. Misschien voel je het hier wel kraken. Of misschien vind je dit al veel comfortabel. Comfortabeler dan enkele weken geleden. Of zelfs dan daar straks. En breng je rechterbeen gestrekt. Breng je linkerknie dicht bij jou. En breng je linkerknie over je rechterbeen. Optie 1 met je hand, zet je hand op je bil. De andere optie is, breng je linkerhand naast je lichaam en kijk naar je linkerhand. Blijf hier goed in en uit ademen. En breng je linkerbeen gestrekt. Breng je handen op de mat. Ze wijzen naar boven, ze wijzen naar de lucht of naar het plafond. Je mag je ogen sluiten. Je onderrug is hier nog altijd niet volledig gehold, maar een klein beetje in de mat geduwd. Je kaken zijn ontspannen. Je ogen zijn ontspannen. Je voorhoofd is ontspannen.
Nu voel je borst en je buik op en neer bewegen samen met ademhaling. Je armen zijn hier ook ontspannen. Tot je billen, je kuiten, je voeten en je teentjes. Je mag je tenen en je vingers een klein beetje bewegen. Dat er een beetje gevoel is, dat er een beetje energie. Merk het verschil met daar straks, met het begin van de les. Misschien voel je al veel beter, veel meer energie. Adem een keer heel goed in via je neus. En uit via je mond. Breng je linkerarm naast je linkeroor. Breng je beide knieën geplooid. En draait je knieën naar de linkerkant. In een comfortabele positie. Je rechterhand is eventueel onder je wang. Je ogen blijven gesloten. Je mag hier zo lang blijven liggen als je zelf wilt. Of je doet jezelf op in kleermakershut. Je mag je handen op je knieën zetten, met je handpalmen omhoog. Maar nog altijd je ogen sluiten. Adem in via je neus. En adem uit via je mond. Adem in via je neus. Je rug is hier mooi recht. En adem uit via je mond. En je schouders zijn voor je ontspannen. Adem in via je neus. Een mooie diepe inademhaling. De diepste die je vandaag hebt genomen. En adem uit via je mond. Glimlacht een keer heel mooi. Dat is heel gezond. Toon je tandjes. Breng je handen tussen je borst. Namaste. Ziezo, dat was de les van vandaag. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Amai, mijn haar staat echt heel ervan recht. Voilà. Onze voorlaatste les. Toch de voorlaatste quarantaine yoga. Ja, ik ga jullie niet te lang ophouden van jullie dag. Ik heb niet zoveel woorden vandaag. Voilà. Tot morgen om 9 uur opnieuw voor de 60ste quarantaine yoga. Alrighty. Dat zou ik zeggen. Your vibe attracts your plant tribe. See ya. Bye bye.